is... De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Wat doet u met uw huisdier als u op vakantie bent? Meenemen, als het kan. Ja, vraag gewoon niet. Ja, meenemen. Als het even kan, nemen ze mee. Dus, ja. Want jullie zijn op vakantie hier in Schiedam? Nee, we zijn op vakantie op de camping in Tienhoven. Maar we dachten, we gaan een dagje naar Schiedam. Daar woonden mensen die we kennen van de camping. Ja, dat een leuk plaatsje was. Dus het valt niks tegen. Een leuk plaats. Nou, die blijven gewoon lekker thuis. In de kooi, maar ze mogen ook er lekker eruit. En er wordt goed voor gezorgd door de buurvrouw of mijn schoonmoeder. Dus dat komt altijd wel goed. U zorgt dat er mensen zijn die voor de diertjes kunnen zorgen. Uiteraard, vanzelfsprekend. Nou, zij is altijd bij me. Zij gaat altijd mee. Het maakt niet uit waar u naartoe gaat. Nee, altijd gaat. Mocht ik eventueel weg zou gaan, dan gaat ze gewoon mee. Nu zijn er ook mensen die hun huisdier op straat zetten op het moment dat ze op vakantie gaan. Soms knaagdieren. Ja. Die moeten dan de boomvast binnen, die mensen. Daar ben ik heel duidelijk in. Ja. Wat denkt u? Misschien betere voorlichting geven. Want dat een huis die zorg nodig heeft, die kan je niet alleen, vooral konijnen, kan je niet alleen thuis laten. Nee. Je hebt de buurvrouw eten geven, maar het is een hoop werk hoor, konijn. Ik weet wel toen we deze hond geadopteerd hebben, terwijl we al 6 of 7 honden hadden. Maar voordat we dat hondje mochten nemen, kwamen de mensen thuis om te kijken hoe de thuissituatie was en of we wel serieus waren. Dus dat is misschien ook wel, ik kan ook met konijnen doen, dat je niet zomaar even een konijn halen in de dierenwinkel inpakken en stik eromheen. Ik denk dat ze die verkoop van knaagdieren ook een beetje aan banden moeten leggen. Want je koopt het natuurlijk net als een pak melk, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, je gaat naar de winkel en je zegt ik wil een konijn of ik wil een cavia. Ja. Dus ja, het is wel zielig. Ja, dus misschien wat duurder maken of wat strenger daarop zijn. Ja, misschien iets strenger erop zijn, ja. Gewoon gereguleerde verkoop, zeg maar. Ja, ze zou eens een keer even de rol om moeten draaien. Als het knaagdier of de hond het baasje aan een boom vastknoopt en met vakantie gaat. Hoe ze dat zouden vinden. Ik denk helaas niet over nagedacht. Mensen die denken te veel over hun eigen situatie. Niet vanuit de positie van het dier. Die natuurlijk geen wil heeft. Dus een hele, hele slechte zaak. Ik bedoel, mijn dochters hebben ook een cavia gehad. En ik lag over de grond te rollen met die cavia. Want die beesten kregen niet tevreden. Dat moest ik allemaal doen. Dus... Ja, dus als mensen van hun konijn af moeten, kunnen ze misschien nog wel bij u terecht? Misschien is dat een goed idee om een konijnenopvang te gaan beginnen. Ja, wie weet. Lijkt me een goed idee. Konijnenhotel. Konijnenhotel, ja, dat kan ook. Ja. Wat vind je er nou van dat je hier bent achtergelaten?